De toekomst is aan de steden, zegt men wel eens. De meeste stadcentra vormen vandaag een bruisende omgeving waar wonen, winkelen en ontspanning hand in hand gaan. Daarnaast moet er in de stad ook ruimte zijn voor senioren, zodat zij betrokken kunnen blijven bij het maatschappelijke leven. Voorzieningen voor ouderen bevinden zich dus best pal in het centrum. Oudere mensen die zijn iets minder mobiel. Het is niet omdat je 85, 90 jaar bent en je bent nog vrij goed dat je die mensen in een bos moet huisvesten. Die mensen willen ook nog een wandelingsje doen, willen ook een boekje kopen, een tea-room bezoeken. Vandaar dat het zeer belangrijk is dat je kijkt waar je een project integreert. Als projectontwikkelaar en uitbater van assistentiewoningen hanteert Senior Homes strikte criteria voor zijn nieuwe assistentiewoningen. Het heeft een checklijst met 80 criteria voor het beoordelen van geschikte locaties. Ons werkterrein is Vlaanderen. Wij kiezen locaties waar we minimaal 60.000 mensen rond ons project hebben op 12 kilometer van ons project. De pensioenen, de waarde van de huizen, de grondprijs, werkgelegenheid, winkels, kerk, tram, trein, bus zijn allemaal heel belangrijke indicatoren voordat je dat in de grond vastlegt. En we gaan altijd met de burgemeester Schepenen, mensen van ruimtelijke ordening, kijken van is hier een behoefte aan, wat zijn de behoeftes van de gemeente, en we gaan daar proberen rekening mee te houden om zo tot een ontwerp, tot een concept te komen. Ook in Oudenaarden heeft het bedrijf een residentie geopend in het hart van de stad. Een braakliggend terrein dichtbij de Schelde kreeg daarmee eindelijk een nieuwe bestemming. We hebben altijd een zeer goede samenwerking gehad met de investeerders, met de ontwikkelaars, zodanig dus dat we toch wel vrij vlug tot een oplossing gekomen zijn om die gronden eigenlijk, om hier toch wel die prachtige assistentiewoningen dus neer te zetten. Ook ruimtelijk stedenbouwkundig denk ik, dus dat we elkaar vrij goed gevonden hebben. Om reden dus dat het concept die hier nu aanwezig is, dat dit vrij goed past in het stadsweefsel. Voor het stadsbestuur vormen assistentiewoningen een mooie aanvulling op de bestaande voorzieningen voor ouderenzorg. Wij hebben momenteel 4 locaties, 4 voorzieningen van woonzorgcentra, dus in onze stad gevestigd hier. Dat is goed natuurlijk, dat draait zeer goed. Maar daarnaast natuurlijk is die behoefte daar toch wel van assistentieflats, dus die goede tussenoplossing denk ik toch wel, zodanig dat de mensen eigenlijk niet alleen een huis hebben, maar dat ze zich ook thuis voelen in die assistentieflat. Dus ook door de woonassistent, die toch wel een zeer belangrijke rol speelt daarin, dus die mensen ten allen tijde begeleidt, die altijd aanwezig is, wanneer dat hij daar moet aanwezig zijn. En waar ook activiteiten georganiseerd worden, zodanig dat die mensen eigenlijk toch wel kunnen deelnemen nog aan een echt sociaal leven.